Ben jij bang voor VOA? Hier is natuurlijk verder aan het zoeken naar. Hier natuurlijk gewoon. Ook hier, je ziet het, het is helemaal kapot al. Nee, hier wordt hard op een knopje gedrukt hier al. Er zit geen vis in. Dit soort paden trekken ook een bepaald soort mensentrekkers aan. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier bij Streamwijds. We zijn vandaag in België en we zijn bij het zwembad Hengelhoef. Inderdaad, het Hengelhoef van de Oostappengroep. Inderdaad, Massa's Kassa, Peter Gillis. De laatste keer toen ik hier was, was Petertje totaal niet bekend. Maar die is zo bekend geworden de laatste tijd. Dus ik dacht, misschien is het wel weer eens even leuk om bij Peter op bezoek te gaan. Want de laatste keer was ik al niet tevreden, maar volgens mij wordt het vandaag niet veel beter. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb nog een keurmeester bij me. Jeze! Ja! En een andere keurmeester. Jordi, hallo. Inderdaad, die gaat heel serieus hier naar kijken. Ik heb wel wat gezien, Peter. Kijk eens naar boven, het plafond. Inderdaad, het plafondje is kapot. Maar kijk erachterin. Hij heeft ook boeken van zichzelf staan, zag je dat? Ja. Hij zit vol van zichzelf en vol van het vreten. Oh ja, dat gaat wel lekker zo. Ik ga een wedje met jullie leggen. Ik denk dat die gele dicht is en de blauwe dicht is. Omdat dat toen al schuurpapier was toen we eroverheen gleden. Ik laat jullie ondertussen even de beelden van toen de tijd zien. Ondertussen gaan we ons omkleden en zien elkaar dadelijk in het zwembad. Oké, de kleine glijbaan, de Python. Op het bordje staat niet door wie die gemaakt is, maar ik weet dat van Tubrides. Hij is gemaakt door van echt van de glijbanen. En van Echtdom heeft hij een leuk staaltje werk mee bericht. Echter is hij niet zo heel erg extreem. We gaan het gewoon eens even doen. Hij is vrij tam, er zit er geen scherpe bocht in. Eén jump, nog een jump en dan maken we een splash. Hey! Leuk voor de kleine kinderen. Oké, en dan de grote glijbaan. De Tornado. Bouwer niet bekend. Maar het is geen eentje uit de buurt. We gaan nog allemaal eens doen. Allee! Oké, de eerste bocht. Het gaat erg ruw. Daar is wat gesleept, hè. Even kijken, we gaan de scherpe bocht in. Eigenlijk vanaf nu alleen maar scherpe bocht. En dan gaan we jumpen. Hoppa. Met een beetje motor maak je een loop in. We gaan het proberen, hè. Ik zei dus, we zien jullie in het zwembad, maar we hebben dus ons omgekleed en we willen een kluisje pakken, maar deze is defect. Dus niet alleen de glijbanen zijn defect, blokjes zijn ook defect. Mooi display, je ziet hem gewoon niet, jongen. Dus hier kan het ook niet. Tweede koud. Gewoon kraanwater. Kraanwater is koud. Ben jij bang voor VOA? Toch? VOA. Goeie staat. VOA, voetoverdraagbare aandoening. Het zusje was SOA. SOA krijg je door seks en VOA krijg je dus naar het zwembad te gaan. En als er iemand voetschimmel heeft, dan kan je het ook krijgen. Als iemand hier voetschimmel heeft en je loopt ook al mee, ja, niet goed geïnfecteerd, dan kan jij het ook krijgen. Ja, ja. Zal het maar krijgen. Nou ja, ze staan hier niet zo bekend als het meest schone zwembad. Heel verstandig. Loop veilig of loop niet. Precies, dat bedoel ik. En inderdaad, hier de bevestiging, mensen. Deze twee glijbanen zijn dus gesloten. Maar deze twee waren de laatste keer ook al zo slecht. Voor langere duur gesloten. Geloof me, hier worden echt geen nieuwe glijbanen opgehangen. Dat doet Petertje niet. En hier hebben ze wel een nieuw bordje voor opgehangen. De Splash Familie Waterglijbaan van Boer Waterglijbanen, toch? Dat is wel een klassiekertje. Met name de Splash vooraan. Daar gaan we. Kom een Splash. Hoppa. Ik heb jullie bovenop me, hè? Dat is ook een leuk aan dit soort familieglijbaan, dat je met z'n allen tegelijk naar beneden kan. Waar ligt het aan mij? Of is het water een beetje groener? Wat vinden jullie? Het is een beetje groen in water. Een soort van kinderbadje. Eerlijk is eerlijk, het is warm water. Dat is wel waar, ja. Of het warm is vanwege de verwarming of kinderen die lopen te pissen, dat weet ik niet. Maar ik zie ontzettend veel kinderen om me heen.
Maar het is wel echt warm water hier ook. Kijk, een whirlpool. Daar kunnen de Center Park toch wel wat van leren. Ja, dat is zonde. Ja, vroeger was het dus vanaf 12 jaar. Maar blijkbaar hebben ze die regels veranderd naar 1,50 meter. Ik moet zeggen, het is ook wel een hele sterke rivier. Maar als je hier met gezinnen naartoe gaat, kun je het beter niet doen. Center Park heeft ja, kindervriendelijke waterbanen. Het is toch wat heftiger. Ja, dit heeft hij dan wel weer opgeknapt in de tussentijd, sinds de laatste keer dat ik hier was. Heeft hij wel netjes gedaan. De mythe is dat hij met 9 pompen kan draaien. En dat hij nu maar met 2 pompen draait. Deze rivier kan nog veel extremer en harder zijn, maar in het verleden zijn hier mensen verdronken. Tenminste, dat wordt gezegd en daarom is hij ja, teruggedraaid. Dat zou in de jaren 90 gebeurd zijn. Ja, toen had ik natuurlijk niet van social media zoals nu, dus het verdwijnt sneller in de doodpot. Maar ik geloof wel dat mensen hierin kunnen verdrinken hoor. Ja, er blijft 1 keurmeester blijft over. Die mag er nog wel in, die is net 1,50 geweest. Het eerste stukje is tam. Zo, haak de tanks uit. Fox wilde wildwaterbaan. Een Fox wilde waterbaan. Ja, precies. Kijk, je hebt hier een flinke stroming, dan krijg je een soort vortex, draaikolk. En hier zou je nog kunnen liggen als je wil. Ja, dan lijkt het net zo'n zeehonden zo. Dat wil je gedaan, we gaan hier verder. Hallo. Het is jammer dat iedere rivier een beetje dood is. Maar we gaan rustig aan naar binnen. Dan krijgen we de laatste drop, maar die is nog niet eens zo slecht. Ten eerste, double drop. Kleintje en dan meteen de grote. Wat een ding blijft dit mensen, heerlijk blijft dit. Nog altijd de beste wildwaterbaan die ik gedaan heb. Van Center Parks is natuurlijk Heidebos een hele goeie, die wildwaterbaan al daar. Maar die kan niet tippen aan deze hoor. Deze treft een tikkeltje beter. Zeker als je gaat liggen, kun je helemaal mee laten voeren met de stroming. Even buiten kijken. We moeten toevallig hier de wildwaterbaan in kunnen. Of we dan steeds hier de rivier kunnen insturen. En dit is eigenlijk ook wel jammer. Ze hebben hier dus een hekwerk gemaakt. Maar anders had je de andere deel van de wildwaterbaan nog wel kunnen doen, het laatste deel. Maar daar hebben ze ook voor afgezien. Maar het wildste gedeelte is eigenlijk het binnengedeelte. Ik kan hier wel over het hek in gooien, maar er zit een badmeester naast. Zie je, dus dat gaat ook niet werken. Plus, als we met zielen uitkomen bij de uitgang van de waterbaan. Ja. Ja. Dan gaan we daar weer zien. Maar het is wel erg jammer nu, want zeker nu de andere twee waterglijbanen gesloten zijn, is er eigenlijk helemaal niets te doen voor kinderen, behalve zwemmen. Dan kun je net zo goed naar een normaal stadsbad gaan. Hoeveel hadden we ook weer betaald in Nentre? 14 euro. PP. Ja. Dus voor 14 euro zie ik jou wel lekker bij jou in de buurt in een normaal stadsbad. Hoef je niet hier voor een hengel hoeft te komen. Dit zwembad is diverse malen dicht geweest voor onderhoud. Ook deze badrand hebben ze weer een andere kleur gegeven. Ten opzichte van de laatste keer toen ik hier was, dus hebben ze weer een nieuwe coating overheen gemaakt. Ik heb hier nog eens een keer gezwommen dat de coating gewoon dreef. Toen was het een paar weken open en dan was overal de coating kapot. Ja, weet je, stel beunhaars gaan hier dan werven en dan vindt meneer Peter Gillis vindt dat natuurlijk prima. Want massa's kassa, dat staan natuurlijk van die zwartwerkers, staat heel bekend om. En die gaan het hier schilderen, maar het is allemaal kwaliteit van likmevestje. Ook hier, je ziet het is helemaal kapot al. En zo heel oud is het ook weer niet. Allemaal vieze vlekken erop. Als het zwembad hier nou enkele jaren open was zonder enig groot onderhoud, zou ik daar begrip voor hebben. Maar weet je, die Peter die probeert wel. Weet jij, laat het wel opnieuw doen. Alleen door, ja, niet door vakmensen. En dat is gewoon zonde. Pak het dan gewoon in één keer goed aan. Weet je, maar het hele idee, we laten een paar zwartwerkers een beetje schilderen. Het is goedkoop, dan kan er weer tegenaan. Dan kun je weer geld beuren. Ja, dat is een beetje jaren 90 mentaliteit. Een beetje van dat soort ondernemers zijn er. Oh, we doen dit, we doen zus en het gaat al.
Ja, die tijd leven we niet meer. Overigens is dit zwembad ook nog eens een keer gesloten geweest wegens de hygiëne. Die was gewoon ondermaats. Dus je hebt de overheid in België gezegd, we sluiten dit zwembad. Dat kan gewoon niet, het is zo slecht dat ze het dichtgegooid hebben. Ik ben benieuwd of ik over een paar dagen doodziek ben. Maar ik doe het voor jullie. Voor jullie maak ik deze video's. Voor jullie doe ik dit. Hè. Ik riskeer mijn leven voor jullie de mooiste video's te geven. We offeren onszelf op. Ja, zo zeggen de YouTubers het toch altijd. Ja, precies. Gaan ze wel die gekke dingen doen. We doen het voor jullie. Ja, we springen van een berg af en dat doen we voor jullie. We jatten ergens wat, dat doen we alles voor jullie. Alles voor de views, hè? Ja, alles voor de views. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik heb een paar reviews gelezen. En één review, wat zag ik daar? Dat iemand dood en doodziek was geworden. Een paar dagen nadat hij hier gezwommen had. Fijn dat je me dat nu vertelt en niet op de terugweg. Wat stond er nog meer in de review? Wat er ook nog meer in de review stond, is dat er scherpe tegels waren in dit zwembad. Die gaan we eens even opzoeken, daar ben ik wel benieuwd naar die scherpe tegels. Dat is toch wel, ja, als je daar met je kind overheen loopt, tenminste je kind eroverheen loopt, zou niet goed zijn. Hier zie je het ook al, hè? De coating laat hier ook al los. Nou, dat zag er ook niet lekker uit. Dat zit er ook niet van gisteren. En hier zie je de oude coating gewoon nog zitten. Dat is gewoon overheen geverfd. En dat is wat we doen met Beunhazen eruit. Doe er maar gewoon een nieuwe likje verf overheen. Zo werkt dat dus niet. Nu is de keurig verder aan het zoeken. Nee, hier natuurlijk gewoon. En dat ziet er ook niet lekker uit. Tijdens een inspectie heb ik niet alleen beneden kijken, hè. Ook boven je. Ja. Kijk de plafond, hoe dat eruit ziet. Zo, hè. Normaal, Peter. Daar hangt de kwats en daar hangt de kwats. Ook wat kwatsen, Peter. Peter, wat is er voor kwats? Kun je beneden wel schoonmaken, maar boven ook even opletten, joh. Nou, van de tegels kunnen we niks zeggen. Je ziet hier dat verschillende tegels eruit zijn en bijgemaakt. Ze zien geen scherpe tegels. Zoals er wel online beweerd wordt, dus Peter doet er wel iets aan, maar het is allemaal wel minimaal hoor, wat hij eraan doet. Prachtige aquariums en schitterend. En wat nou de grap is, er zit geen vis in. Hij heeft gewoon een fotootje uitgeprint, de achterhand met een vis erop en je hebt een aquarium. Wat een grapje maken, joh. Dan moet ik zeggen, dit stukje valt me ook niet tegen. Maar om heel eerlijk te zijn had ik het ook niet verwacht, zo zie je maar. Dit deel ik dan ook wel met de mensen. Als het goed is, is het goed. En dit ziet er gewoon netjes uit. Eerlijk is eerlijk. Daar kun je niks over zeggen. Achter de schermen ziet het er goed uit, hè. Nee. Kijk, hier heb je nog bubbelwaren. Okay. Hier zijn de bubbelwaren, niet achter de schermen. Oh. En dan heb je daar nog de sauna's. Turkse sauna. En een normale sauna. Maar het is wel die zogenaamde sauna's, dus die slaan we even over. Maar ook dit ziet er best goed uit. Ja, daar een beschadigingetje. Maar voor wat we gewend zijn met een stappengroep, is dit gewoon netjes. We moeten natuurlijk ook niet gaan vergelijken met de Centerparks, hè? Want dat is wel ondermaat. Maar voor Petertje, goed best gedaan, jong. Ik kan er wel mee door. En hier nog wat gedaan aan decoratie. En planten. Maar dit zijn nepplanten. Wat ik zei, het is geen Centerparks, hè. Hier ook, hier is ook alles nep. Net als de liefde van Peter Gillis, die is ook nep. Ah, je kunt hier ook lekker bubbelen, dat is fijn. Maar je verwacht het niet. Wie had dat nou verwacht? Volgens mij wel toeters gewoon. Ja, één keer in het uurtje, dat kan er wel. De volgende zijn natuurlijk niet meer waardig. Maar het doet het wel, en dan kun je niet over alles zeggen hier. Wat zijn dat? Ik ben een domme ezel. Nee. Heeft iemand te hard op een knopje gedrukt hier, Rauw? Ah, maar hij doet het wel. Hij doet het wel. Kijk, hij doet het wel, joh. Hij doet het wel. Hoe hebben ze dit gemaakt? Met gips en cement en een beetje pur. Ah ja, dat is ook los aan het raken, ja. Ja, super scherp. Super sterk, hè? Dat dus niet. Ja. Zo, we zijn weer omgekleed. We verlaten de gevangenis. Ja. Met betalen. Maar het is niet normaal. Dit is zeg maar het hekwerk. Om je te weerhouden om zeg maar illegaal het zwembad in te gaan. Andere zwembaden hebben gewoon netjes een keurig hekje met een driepootje erbij. Daar zou je overheen kunnen klimmen, maar de meeste mensen zijn gewoon netjes. Maar Peter is zo bang dat je illegaal het zwembad in gaat dat hij gewoon meters hoge hekken hier neerzet. Ja, maar beginnen. Wat deugde er allemaal niet aan? Nou, kleedhokjes waren niet zo heel erg hygiënisch. Mm-hmm. Het water klopt. Was groen. Viel mij ook op, ja. Ja, dus dat was ook niet de allerbeste. Er was viezigheid bij de buitenzwembad, toch bij dat ding, hè? Mm-hmm. Wat vond je daar vies dan? Er was iets groen en slijmerig zoiets erop en het was echt niet lekker. In het water zaten ook beestjes dood en ook toen op het weg waar je kan lopen en zo, daar lagen ook dode beestjes op. Ja, dat was ook niet zo fris. In het water kan altijd wel wat insecten erin vliegen, maar op het pad zou het er niet mogen liggen. Nee, dat moeten ze schoonmaken. Ja.
Ja, wat vond ik ervan? Ja eigenlijk, dat was de vraag. Ja. Dat was de vraag. Nou, sowieso al twee glijbanen die het niet deden. Ja, slecht. Ja. Dat vond ik erg slecht. Dat is trouwens, die glijbaan is nogmaals voor de duidelijkheid hierachter. Ja. Nou, je ziet hem er al bij hangen. Hij is echt ontzettend verkleurd. En dat was laatste keer al schuurpapier. Zelfs daaronder, bij die flens. Daar zo. Ja, dat is niet van gisteren. Die gaat ook voorlopig niet open, denk ik. Ja. En voor de vaderraads, verwaarloosd eigenlijk, qua onderhoud. Dat is denk ik het woord. Dat is het woord inderdaad, verwaarloosd. Want op zich is het een mooi complex. Die waterglijbaan hierachter is op zich een hele mooie, goede waterglijbaan. Daar kun je echt lekker overheen rammen. Die Splash is een leuke familieglijbaan. Die wordt een beetje gelanceerd en dan krijg je een beetje water. Vandaar ook de naam Splash. Ik vind het een hele leuke familieglijbaan. En die wildwaterbaan is ook tof. Moet ik wel zeggen, het is leuk als je met je eigen kinderen ervan af kan. Of als je als met jonge volwassenen als volwassenen eraf kan. Maar als gezins, attractie is het niet. Want met kleine kinderen kun je er niet vanaf. Dat is wel jammer. Dat is misschien met de bouw hadden ze dat anders moeten doen. Als misschien een heftige wildwaterbaan en een minder heftige wildwaterbaan naast elkaar moeten bouwen. En dat je dan met gezinnen van die minder heftige kon afgaan. En van de, dat je zeg maar twee stromingen hebt. Maar goed, dat kun je nou niet meer veranderen. Het is toen de tijd voor hiervoor gekozen. Maar op zich is het wel een hele vette wildwaterbaan. Dat blijft nog steeds de beste wildwaterbaan die ik gedaan heb, hoor. Ik heb nog geen heftigere meegemaakt dan hier de razende rivier in de Hengelhoef. Dit soort paden trekken ook een bepaald soort mensentrekkers aan. Dat zie je wel hier aan deze rand wordt geparkeerd. Overal staan er duidelijk verkeersborden dat je daar niet mag parkeren. Maar waarom parkeren mensen daar? Omdat je hier op de normale parkeerplaats moet betalen. En je ziet het, we zitten echt somewhere in the nowhere en dan moet je hier €5 betalen om je auto te parkeren. Ja, massa is kassa, hè. Dus vandaar dat we aan de overkant helemaal vol staan met auto's, want die mensen denken ik ga geen €5 betalen en het is eigen terrein. Dus is wegsleepregeling, het staat er wel, maar dat is niet van kracht. Want als je hier wil laten slepen, dan kost het jezelf als ondernemer geld. Iets anders dan op de openbare weg, daar. Kan je wel gesleept worden, maar door de politie en de handhaving en dat soort dingen. Maar ja, hier is dat natuurlijk niet. Het is gewoon eigen terrein, dus het is Peter zijn eigen probleem. Ik wil niemand aanzetten tot, maar heel veel mensen parkeren daar gewoon de auto en schuld je dan €5. Aan de overkant staat nieuwe staakcaravans. Ik denk dat je die kan gaan huren. Maar zo dicht op elkaar staan ze op het park verderop ook, hè. Die staakcaravans staan gewoon naast elkaar. Je kunt gewoon van de slaapkamer bij de buren in de slaapkamer kijken. Ja, dat is een stappengroep mensen. Want? Massa is... kassa. Precies. Het is niet alleen een verwaarloosd park, maar ook een waardeloos park. Maar Jason wilde de vlog afsluiten, dus ik zou zeggen... Ja, zien jullie ook bij de andere keren, bij Roderbaan, Parkparken, Kermissen. Of weet ik van waar. Tot dan. Tot dan. Doei.